Deze noten zijn absoluut ongelooflijk voor je gezondheid. We weten allemaal dat noten en gedroogde vruchten magisch werken voor de gezondheid en de schoonheid. Ze zijn de kleinste verpakking met de meeste voedingsstoffen. Ze bevatten ook plantaardig vet, dat bijzonder gezond is. In dit artikel vertellen we je wat elke notensoort te bieden heeft. Bovendien tonen we welke noten je het beste kunt eten om een specifiek gezondheidsprobleem aan te pakken. Noten en zaden, de volledige verpakking. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft noten op de lijst van voedingsmiddelen gezet die aanbevolen worden voor een gezond dieet. Ondanks dit advies eten we ze gewoonlijk niet in de juiste hoeveelheid of op de juiste manier. We slagen er dan ook niet in om van al hun voordelen te genieten. Het probleem is dus niet dat we er niet genoeg eten en maar dat we het op de verkeerde manier doen. We houden ervan om ze geroosterd, gezouten of bedekt met suiker als dessert te eten. Noten zijn gezond als, en alleen als, ze rauw gegeten worden. Je kan ze combineren met andere gezonde voeding zoals salades of gestoomde groenten. Volgens de Heart Foundation is de dagelijks aanbevolen hoeveelheid ongeveer 50 gram. Deze kleine juweeltjes zijn geweldig om allerlei soorten gezondheidsproblemen aan te pakken. Ze vervullen ook veel van je basisbehoeften. Op zichzelf verrichten ze geen wonderen, maar ze kunnen inderdaad bij verschillende behandelingen helpen. Lees ook dit artikel, 7 redenen om vaker noten te eten. 'Zeg me wat er scheelt en ik noem je de juiste noten of zaden. Voor elk gezondheidsprobleem bestaat er minstens één soort noten of zaden die jou kan helpen. We geven je een overzicht van de meest belangrijke. Hoge cholesterol, amandelen, hazelnoten en walnoten. Deze drie notensoorten bevatten allemaal enkelvoudig verzadigde vetten die de gezondheid van het hart en de bloedvaten verbeteren. Ze reinigen ook het bloed door het vet en de cholesterol te verwijderen. Eet 60 gram van een mengeling van amandelen, walnoten en hazelnoten. Dit doet de slechte cholesterol, LDL, met bijna 80% dalen. Met deze noten kan je ook hartziekten voorkomen. Bovendien houden ze je bloeddruk in evenwicht. Men is tot de ontdekking gekomen dat vooral hazelnoten de hoeveelheid homocysteine verlagen. Dit aminozuur kan de wand van de slagaders beschadigen. Bovendien bevatten amandelen flavonoïden die je immuunsysteem ondersteunen. Constipatie, macadamianoten, walnoten en pistachenoten. Kan je niet naar het toilet gaan? Dan raden we je aan om gedroogde vruchten zoals rozijnen en abrikozen te eten. Die bevatten een grote hoeveelheid vezels. Deze remedies, die je waarschijnlijk van je oma overgenomen hebt, zijn niet je enige optie. Meerdere onderzoeken tonen aan dat pistachenoten 10% van deze voedingsstof verschaffen. Walnoten voorzien je van 6,5% vezel en macadamianoten van 5%. Deze voedingsmiddelen kunnen ook het risico op darmkanker verminderen. Een handvol van een van deze notensoorten is perfect om constipatie aan te pakken. Gewichtsproblemen, amandelen, hazelnoten en walnoten. Dit is dezelfde combinatie als die om een hoge cholesterol aan te pakken.
Sommige mensen geloven dat noten niet goed zijn voor zwaarlijvige mensen, maar dat is niet waar. Eet ze in redelijke porties en ze zullen je helpen om af te slanken. Mensen die regelmatig amandelen, hazelnoten en walnoten eten, neigen minder naar overgewicht en zwaarlijvigheid. De voornaamste reden is dat noten erg vullen. Eet 1-4 kop noten. Dat geeft je voldoende calorieën om je honger voor meerdere uren te stillen. Bovendien bevatten ze gezonde plantaardige oliën van een hoge kwaliteit. Diabetes, amandelen, cashewnoten, pijnboompitten en pistachenoten. Deze noten bevatten een grote hoeveelheid mineralen, waaronder ijzer, calcium en magnesium. Wat betreft één element, magnesium, stellen we deze hoeveelheid vast. Cashewnoten bevatten 292 mg magnesium per 100 gram, amandelen 270 mg en pijnboompitten 251 mg. Het is bewezen dat magnesium goed is bij insulineresistentie. Het helpt dus om diabetes te voorkomen of om ervoor te zorgen dat het niet erger wordt. Wat betreft kalium bevatten pistachenoten een erg grote hoeveelheid. Wanneer je lichaam te weinig kalium bevat, dan loop je het risico op diabetes. Degeneratieve gezondheidsproblemen, amandelen en hazelnoten. Dementie en Alzheimer zijn twee van de meest voorkomende degeneratieve ziekten. Noten in het algemeen, maar vooral amandelen en hazelnoten, kunnen het risico verminderen op het ontwikkelen van deze aandoeningen. De reden is dat ze veel vitamine E bevatten. Na een tijdje zal dit bestanddeel de cognitieve aftakeling afremmen. Periodes met pijn, pistachenoten. Heb je veel last van het premenstrueel syndroom? Ervaar je af en toe enorm veel pijn? Of raak je heel vlug geïrriteerd? Dan zijn pistachenoten de noten voor jou. Ze bevatten redelijk wat vitamine B6. Meerdere studies tonen aan dat vitamine B6 helpt bij de neerslachtigheid die voorafgaat aan je menstruatie. Ze helpen ook om je eetlust te onderdrukken en om te vermijden dat je emotioneel gaat eten, een ander typisch probleem bij menstruatie. Pistachenoten bevatten per 100 gram 1,7 mg vitamine B6. Wil je beter presteren op het werk of in de sport? Heb je het gevoel alsof je overal in slaap kan vallen? Of is het moeilijk om dingen aan te pakken? Dan kunnen amandelen helpen. Eet elke dag 75 gram amandelen om je reserven aan koolhydraten onder controle te houden. Het zorgt ook voor een goed transport van zuurstof en een goede werking van je metabolisme. Bovendien bevatten amandelen antioxidanten. Verlies van calcium in de botten, amandelen en pijnboompitten. Noten zijn een goede bron van calcium en worden aanbevolen aan veganisten of aan mensen die geen zuivelproducten eten omdat ze lactose-intolerant zijn. Amandelen zijn een van de soorten noten die het meeste calcium bevatten, 269 mg per 100 gram. Pijnboompitten bevatten op hun beurt een aanzienlijke hoeveelheid zink, 6,45 mg per 100 gram. Dit mineraal stimuleert de botgroei en maakt de botten sterker. Eet dagelijks een handvol noten en zie hoe je botten sterker worden.
Ze zijn een ideaal hulpmiddel voor oudere mensen en voor vrouwen na de menopauze.